Lieve, lieve maatjes, welkom bij een nieuwe aflevering van Never Running Glory hier op FC Glory. Vandaag gaan we spelen voor het eerst met Gianfranco Sola, de Italiaanse icon die we hebben gepakt uit de Mid-Icon sbc Pack. Ik denk dat jij de video van gisteren al hebt gezien, dus vandaar dat ik dat spoil. Goed bekeken video, wat logisch is, want ja, we hebben er lang voor gewerkt. Een uniek moment en we mogen te weten niet ontevreden zijn over deze icon. En dat ben ik ook niet. Ablauwen nou, hebben ze top zijn. Vergeet niet om te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Gianfranco Sola, bijnaam in het Engels: Magic Box. In het Nederlands toverdoos. Dus uh, dit is nu op dit moment onze toverdoos. Uh, 4-ster, 4-ster, high-medium. Allemaal perfect. Uh, ook zijn kaartje is niet slecht. Hij is niet sterk, maar dat is logisch. Hij is niet klein. Zijn composure is niet zo goed. Voor de rest is zijn dribbling fantastisch. Zijn passing is goed genoeg. Zijn shooting helemaal met dead-eye. Heeft hij 99 positioning, 99 finishing, 91 shot power, 92 shots. Uh, het is een heel lekker kaartje. En precies wat ik wilde van tevoren. Ik wilde namelijk een speler die ik op cam kon spelen, op CAM. Aanvallen middenvelder. Sommige mensen vinden dat raar als ik Cam zeg. Maar goed. Nee, gewoon. Euh, <laughs> ja. bij zijn naam noemen toch. Uh, en in de spits. En dat kan hij allebei. En met name zijn positioning. Ik weet niet of dat komt door het kaartje. Of doordat hij dus door de Dead Eye Chemistry staal. Uh, 99 getekend positioning heeft. Maar je gaat het zo ook zien in de clips van Weekend League. Want we hebben een aantal potjes Weekend League met hem gespeeld. Eh. Uh, uh, zijn positioning is echt bizar goed. Echt heel erg fijn. En ik ben daarom dus ook heel erg tevreden met deze kaart. Tuurlijk, het had beter gekund. Het had ook heel veel slechter gekund. Vandaar dat ik uh, gewoon tevreden ben. Maar wat is de volgende stap die wij gaan doen? Ik ga nu nog een aantal weekly potjes spelen. Zodat we daarvan de Icon Token hebben. Uh, de Icon Token voor 12 voor Champions Wedstrijden winnen. Uh, dan moet ik nog met een Bundesliga team gaan spelen. En moet ik nog vier Squad Battle Tokens halen. Dat wil ik deze week gaan doen. Dan kunnen wij de Icon Token. Een lokken genaamd uh, Big Edje van de SAR. Big Edwin. Die wij natuurlijk al in ons team hebben. Dan kunnen wij de normale van de SAR verkopen. Krijgen we dan 400k voor. En dan zitten we op 1.6 miljoen. Wat helemaal niet verkeerd is. Met die 1.6 miljoen kunnen we een uh, betere rechtsmidden halen. Want over Sola ben ik eigenlijk best wel enthousiast. Dus ja, die uh, gaat gewoon lekker uh, spelen in het team. En dan uh, kunnen we daarna weer gaan upgraden. We kunnen... Dat, dat kunnen we nu al doen. We kunnen Messi in ons team krijgen. Daar moet ik een beetje voor gaan toveren. Maar ik heb een formatie gevonden waarin dat lukt. Uh, het, het is alleen zo dat de normale Messi natuurlijk fantastisch is. Hij heeft alleen niet zoveel stamina. En die wil ik wel op 10 spelen. Op de middelste camp -positie. Zou misschien ook nog op de rechter camp kunnen. Zou kunnen. Zou kunnen is zeker weten een goede optie. Uh, en ja, hey, helemaal niet verkeerd. En ik denk dat jullie het ook wel leuk vinden om die te, te zien. Uh, dus, dus dat kan. We kunnen ook Garincha halen. Uh, zijn Prime is te duur voor die 1,6 miljoen. Uh, nee, goed. Wat ik, wat ik eerst wil laten zien is: als wij 1,6 miljoen hebben, dan kunnen wij Informessie halen. Dat is niet een hele grote upgrade ten opzichte van zijn normale kaart. Uh, special staat hier dan ondertussen. Maar als we nog doorsparen, dan kunnen wij. Uh, deze is 2,1 miljoen volgens mij. Ja, 2,1 miljoen. Als we nog doorsparen, dan kunnen we misschien wel die 96 halen. Die is gelijk een stukje beter. Die heeft iets meer strength, iets meer stamina. zijn shooting is perfect. Passing en dribbling ook. Het is best wel een betere kaart dan zijn normale. Wat logisch is, want hij heeft twee boosts gehad. Maar hier ter vergelijking 4 pace erbij: 2 dribbelen, 2 shooting, 2 passing, 4 physical. Uh, 3 defending, dat niet zo heel veel uitmaakt. Maar hé. Hey. Kunnen we voor doorsparen. Kan eventueel de volgende upgrade zijn. Nadat we dus Van de SAR ook hebben inlogt. Maar misschien zijn we dan al wel veel verder. Want dat gaan we de komende week doen. Komen er weer rewards bij. En dan uh, is dat helemaal goed. Uh, ik heb ook squads gevuld gisteravond een paar. Ik uh, had gisteren een, een drukke dag. Een drukke dag. Ik uh, had met bankzitters salveltoernooi. Toen hebben we nog een bankzitters video opgenomen. Want we zijn heel druk bezig met. Uh, het bankzitterskanaal en we willen dat zo groot mogelijk maken. Uh, en het echt heel serieus aanpakken. Wat, wat in mijn mening wel goed lukt. Uh, en daarna had ik nog weekend League gedaan. En toen, uiteindelijk was het 12 uur. En ik denk, nou, ik kan me niet goed nog meer focussen. Helemaal kapot. Helemaal kapot. Dus wat ik nu ga doen, is ik ga nu gewoon uh, lekker uh, wat squadbells wedstrijden. Gewoon een doelpunt scoren en dan uh, die glitch doen. Hey, we krijgen een bordenspeler hieruit. Verrek. Het is uh, een normale speler. Nou ja, prima. Dat is altijd met die squadbellers dingen zo. Je doet het voor de iconswaps. Uh, en dan. Uh, is het mooi meegenomen dat je er nog iets anders voor terugkrijgt dan die icon tokens. En Sirigu is prima. Hebben we niet nodig. Want we hebben het Serie A First Owner Team al gehaald. Anders hadden we hem op doel kunnen zetten. Uh, ja, weet je, helemaal prima. We zijn de club weer langzaam aan het stekken. En dat is alleen maar goed. Dat is alleen maar goed. En er komen dan Division Rival Rewards en uh, weekly rewards aanstaande donderdag weer bij. Ik heb wel veel punten in Division Rivals. Dus we gaan gewoon rank 1 halen. Omdat ik dus al die icon swaps. Al heb gehaald in Division, in Division Rivals. Uh, vandaar dat we die punten hebben. Waar ik het vandaag verder over wil gaan hebben. Uh, we hebben het team al besproken. En even besproken wat we op dit moment aan het doen zijn. Dit is niet de bedoeling. Uh, waar ik het verder over wil hebben vandaag is een, is een leuk onderwerpje. Um, en dat is interessanter denk ik. Dan het over de gameplay zelf hebben. Die we over een paar seconden gaan zien. Uh, ik wil het gaan hebben over, over de rode glorie. En niet over de rode glorie en de toekomst ervan. Nee. Waarom ik een Rote Glory doe, waarom ik het leuk vind om het Rote Glory te doen en waarom ik het dit jaar het allerleukst vind van allemaal. En daarvoor uh, moet ik even mijn scherm switchen zodat de gameplay kan starten en dan kan ik daar ondertussen ook uh, op letten. Maar ik zal uh, het uh, in het algemeen vooral over de uh, Rote Glory zelf hebben. Je ziet. Nu op de achtergrond even de tactieken en instructies die ik op Sola zet: dat ik een dead eye kaartje aan hem geef. Ik gebruik hem als middelste cam in een 4-2-3-1 of als spits in een 4-4-2. En daar, daar wissel ik nog steeds tussen. Je kan op mijn kanaal als je een paar video's terug. Uh, zoekt, kan je kijken. Volgens mij die video mijn Elite 1 custom tactics en instructies. Daar kan je zien wat ik allemaal gebruik en hoe ik het gebruik. Uh, 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 ik heb veel reacties daarover gehad van mensen die het hebben uh, toegepast op een eigen speel, uh, speelstijl. En dat is alleen maar goed dat dat mensen helpt en dat ze er beter van worden, want dat is het hele idee van de Rote glory. Goed, waarom ben ik ooit begonnen met een rode glory? Dat is al heel lang geleden. Het was toen heel erg simpel om een rode glory te doen. Als in niet ingewikkeld, want je kon niet zoveel heel veel doen. Uh, er waren voornamelijk gold cups en single matches. Volgens mij, toen ik begon, zat Division Rivals er niet eens in. Uh, nou dat sowieso niet, maar online seizoenen wel, maar dat, waren maar dat waren maar vijf seizoenen. Dus dat was ook niet heel erg uitgebreid en als je die won kreeg je uh, een 15k pack, dus ook dat was helemaal niet denderend. Maar ik begon ermee om mensen te laten zien hoe jij het best met je munten om kon gaan. Hoe jij het makkelijkst munten kon maken uh, en dan niet eens door te handelen, maar door gewoon op kleine dingen te letten. Dat zat altijd een kleine meme die ik met Rob heb, want Rob keek mijn video's altijd... Um, Vanaf het begin, vanaf de Rote Glory al. En toen zei hij: dat had hij een keertje verteld. Ja, wat ik nog weet van jouw tips is dat je vroeger beter een zilver Rare contract kon kopen. in plaats van een goud contract. Want een zilver Rare contract was even duur. maar had zeven wedstrijden meer. En nu heb je contracten in overvloed. vanwege alle gratis packs en objectives die je krijgt. Maar vroeger was dat niet zo. Vroeger moest je echt gewoon contracten kopen op de markt. Want ja, uh, je, je had geen objectives die je kon voltooien. waardoor je gratis contracten kreeg. Dus het was goedkoper om een zilver Rare contract te kopen, omdat je er dus meer uit kon halen. Waren van die dingetjes die heel veel mensen die niet begonnen op dat moment niet wisten. En helemaal aan het begin van FIFA op YouTube waren dat handige tips die ik dus elke keer in een rode glorie vertelde. Naarmate FIFA ouder werd, het ultimate team ouder werd, steeds langer um, ja, uitkwam, steeds meer mensen het gingen spelen, waren zulke kleine tips uh, niet meer heel erg effectief. Mensen kwamen op een gegeven moment zelf achter, maar nog steeds. ...zijn er heel veel dingen die mensen niet weten... ...die ik elke keer aan het begin van de Rote Glory uitleg. En dat is waarom mensen in eerste instantie kijken... ...waarom de kijkcijfers aan het begin van het jaar ook goed zijn... ...en naarmate het seizoen iets dalen. En um, ja... Dat, dat is een natuurlijk proces, dat is logisch, want dan weten mensen heel veel dingen al die ik zeg en dan hebben ze er niet zoveel aan. En, en dan kijken ze voor de rest nu alleen nog maar, zoals nu, naar gameplay of andere kleine dingetjes. Dit jaar is het echt anders, dit jaar blijft het redelijk gelijk. Het is nog nooit in februari zo hoog geweest. Ik heb nog nooit in februari al zoveel afleveringen gehad en ik heb ook nog nooit zo vaak, zo consistent dagelijks geüpload. Wat er allemaal mee te maken heeft dat dit jaar een rode Glory echt heel erg leuk is. Zoals jullie weten heb ik ook een menaccount waarop ik heel veel geld uitgeef, maar daar speel ik niet veel op. En dat is best raar. Dan geef ik veel geld uit om spelers te kunnen gebruiken, maar dan speel ik daar minder wedstrijden op dan een account waar ik geen geld op uitgeef. En dat komt omdat ik persoonlijk, en dat is denk ik mijn, mijn sterkste punt van de Rote Glory, het veel leuker vind om te spelen voor munten en mijn best te doen in plaats van geld uit te geven. En het kan dit jaar ook beter dan ooit. Je kan meer munten maken dan ooit. Dus er zijn meer manieren om. Packs te openen. Natuurlijk moet je daarvoor packluck hebben. Maar ook met squad battles, division rivals en weekend league... kan je meer en vaker dan ooit munten krijgen door gewoon te spelen. Als je dan ook nog eens slim met je munten omgaat... dus uh, spelers niet op een hoogtepunt... Koopt en uh, een beetje handelt, uh, investeert. Wat heel makkelijk is, dat wij ook al een aantal keer hebben gedaan. Uh, met heel simpel non-re gouden spelers kopen en verkopen voor meer. Als je, als je allemaal van dat soort dingen doet, dan kun je dus aan heel veel munten komen. En dat is nu waarom mensen nog steeds blijven kijken. Omdat ik in plaats van die kleine tips. Nu tips geef voor mensen die echt wat serieuzer bezig willen zijn. Met dus custom tactics en instructies die mij heel erg helpen en jullie dus blijkbaar ook. En uh, tips over hoe de markt werkt en noem het allemaal op. Dat is een steeds groter deel, onderdeel van FIFA. Uh, dit jaar ook meer dan ooit. Nog eventjes teruggaan naar dat geld versus geen geld. Uiteraard zijn er heel veel YouTubers die wel heel veel geld uitgeven en daarmee spelen. Uh, Ruby heeft een heel goed team waar hij mee speelt. Uh, en Elite mee had gehaald afgelopen week. Uh, Matty speelt heel veel FIFA, ondanks dat hij minder video's maakt. Maar hij heeft ook een heel goed en duur team met hele goede en dure spelers. Um, en voorgaande jaren was het voor mij vaak een probleem met de Rote Glory. Dat ik op een gegeven moment, en dat was altijd rond deze periode, tegen teams kwam... die ik bijna niet meer kon verslaan of... Tegen spelers kwam die even goed waren als ik, maar dan vaak als doorslaggevende factor uh, het team was. Dat ze een beter team hadden, omdat ze nou eenmaal geld hadden uitgegeven daaraan. Uh, terwijl ik een rode glory had en uh, vaak dus niet opkom tegen dat team. Nu is het echter zo dat wij een veel beter team hebben dan de meeste mensen die we tegenkomen. Uiteraard heb ik de luxe om heel veel te spelen, maar zoals ik net zei, er zijn ook gewoon meer manieren dan ooit om aan goede spelers te komen. Als je kijkt naar de objective spelers die beschikbaar zijn. Ze ...zijn er meer dan ooit, ze zijn beter dan ooit. Zo'n Eudegaard, ja voor mij is het de moeite niet waard... ...maar als je een heel slecht BBVA-team hebt... ...en je wil hem uiteindelijk vrijspelen... ...dan ben je er een aantal dagen mee bezig. Maar dan heb je wel een kaart die voor een hele lange periode... ...in je team blijft, die ook nog eens gratis is. En dat is ook iets wat dit jaar veel meer is dan afgelopen uh, jaren. Uh, waardoor ik de Rote Glory ook veel leuker vind... ...omdat ik nu in één keer wel kan competen. Iconswaps Swaps is een goede toevoeging. Het zijn niet de allerbeste icons... Uh, uh, ik klaag af en toe over dat het niet icons waren of icons zijn die in mijn team zouden komen. Dat is in mijn geval ook waar. Dat klopt ook. Maar voor heel veel mensen die niet zoals ik al bijna duizend potjes kunnen spelen, al zijn het er dan meer dan je, dan je denkt: de mensen die dat doen. Voor mensen die niet zoals ik fulltime ermee bezig zijn is het wel heel erg fijn dat ze op een dode gemak die Icon Tokens kunnen halen en een Ronaldinho kunnen gebruiken. Dat niet de beste versie, dus sterker nog, het is de slechtste versie van Ronaldinho. Maar ze hebben wel in één keer een Ronaldinho in hun team dat ze de afgelopen jaren niet konden hebben. En dat zorgt ook weer voor mogelijkheden voor content. Gisteren heb ik een video gemaakt over een Icon Swaps pack. De dag daarvoor een video gemaakt over hoe ik de Icon Tokens unlock. En dat zijn al twee video's die ik twee jaar geleden, of vorig jaar ook niet, want vorig jaar had je geen Icon Swaps, niet had kunnen maken. Waardoor... Ik nu weer in één keer twee extra afleveringen heb met de Rote Glory. Dat is alleen maar positief. Daar ben ik eigenlijk heel erg blij mee. Ondanks dat ik af en toe heel negatief ben over de Rote Glory. Uh, komt dat meer vanuit hoe ik het graag had willen zien? En ik had hier gisteren een video van de Penthes over gekeken. Die duurde heel lang. Uh, die was wat. Dieper ingaan op comments die hij had gekregen. waarin mensen zeiden: van ja, je klaagt heel vaak over dat er te weinig content is. of niet genoeg content is, of dat er content is die dan al verkeerd is. En wat hij heel goed, heel goed aangaf. is dat hij zei: Ik ben een liefhebber van het spel. Ik zie ontzettend veel potentie in FIFA. en ik vind het in sommige momenten juist gewoon zonde. dat die potentie niet wordt waargemaakt door IA. Daar um, nou zijn er natuurlijk heel veel dingen achter de schermen. waar alleen mensen bij IA iets van af weten. waardoor sommige dingen niet kunnen. Um, ik had ooit een keer een idee voorbij zien komen van mensen die zeiden dat met een flashbackkaart als hij dan een flashbackkaart krijgt een speler Paulinho bijvoorbeeld uh, of een momentskaart Hazard die had een heeft een momentskaart gekregen die bij ons team die heeft hij gekregen voor bij Chelsea volgens mij voor een belangrijk doelpunt dat hij bij Chelsea scoorde uh, hoe vet zou het zijn als hij dan die momentskaart voor Chelsea zou krijgen omdat het daarop gebaseerd is of dat een Gerrard die zijn hele leven bij Liverpool is uh, gebleven. Die heeft gespeeld. Die wij ook in ons team hebben. Wat nou als hij een sterk linkje zou hebben met Liverpool-spelers? Nou ja, een van de redenen dat dat niet kan. is omdat het met licenties te maken heeft. Je kan Hazard niet in één keer een Chelsea-kaartje geven. Want dan wordt Real Madrid heel erg boos. Um, want Real Madrid verleent ieder licentie. om met hun logo en hun spelers uh, aan de haal te gaan. en in hun game te zetten. En dat is dus een van de redenen waarom zij niet in één keer zo'n Chelsea-kaart kunnen geven. En dat is met een aantal ideeën uh, het geval. Um, dit is dan met, met clubs en spelers te maken. Maar ja, zo was er ook een idee voor de Future Stars kaarten. Wat nou als ze een promo maken voor Future Stars kaarten van spelers die hun potentie niet hebben bewaar gemaakt? Zoals Mario Goetze, die natuurlijk wel heel belangrijk is geweest voor Duitsland en, en Dortmund. Maar er was veel meer van hem verwacht. Wat nou als ze hem een, een 94 kaart zouden geven? Dat doen ze niet, omdat dat eigenlijk heel erg kwetsend is tegenover zo'n speler die zegt dat je zegt ja je had heel goed kunnen zijn maar je hebt je potentie niet waargemaakt het klopt wel maar dat is niet wat zo'n speler wil horen ooit had IA gedaan dat spelers ook in de winter een downgrade kregen dat je winter refresh dan spe kregen spelers een upgrade als ook spelers een downgrade gegeven ik kan me goed voorstellen dat heel veel spelers daar boos op waren dat ze zeiden ja ik ben geblesseerd geweest ben uit een wedstrijd getrapt en nu word ik in één keer slechter gemaakt op FIFA wat is dit en dat ze zeiden ja als je het zo doet dan wil ik gewoon niet meer in je spel zitten en dan heeft IEA een probleem en zo zijn er heel veel belanghebbenden bij uh, um, FIFA die bepaalde ideeën remmen en uh, misschien ideeën ervan weerhouden om het spel nog verder en, en beter te maken, terwijl de meeste mensen het gewoon heel goed met het spel voor hebben. Zoals ik bijvoorbeeld ook. Als ik praat of klaag over dingen, is dat niet omdat ik uh, 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 het verschrikkelijk vind dat iets is gebeurd, maar omdat ik het jammer vind dat iets anders niet is gebeurd. Uh, met iconswaps, wat ik aan het begin had. Ja, we hebben de pack gekozen en in dat opzicht gelukt gehad. Maar ik had veel liever een icon gekozen als de vorige keer, zoals een Gerard, die mijn team echt heel veel zou versterken. Tot op het einde van FIFA als het ware. En daar klaag ik dan over. Niet omdat ik iconswaps slecht vind, maar omdat ik het leuk had gevonden als het beter was geweest. En dat is natuurlijk allemaal heel erg persoonlijk en iets waarover ik het heb. Kortom, waar gaat deze video over? Ik vind FIFA leuker dan ooit. Ik vind de Rote Glorie maken leuker dan ooit. Dat is waarom er zoveel afleveringen zijn. Ik vind het nog steeds heel erg tof dat er zoveel mensen naar kijken. Dat heel veel mensen um, euh, het onderdeel hebben gemaakt van hun dagelijkse routine. En daar ben ik heel erg dankbaar voor. Een hele positieve aflevering als je het mij vraagt. Ik hoop dat jullie dat leuk vonden. Blauw tof zijn. Vergeet niet om te abonneren. En ik check jullie allemaal morgen bij een nieuwe video. We gaan trouwens 15 om 0. Heb ik er nog helemaal niet over gehad. We gaan 15 om 0. Fantastisch. Ik ga het vanavond afspelen. Joe joe.